Het is voor haar volgens lastig om te concurreren met bedrogen uit binnen- en buitenland die het volk Rutter binnen. Om onderscheid te maken, zetten ze haar Friese identiteit in. Dat willen we heel erg graag uitstralen en we maken daar ook gepast gebruik van. Op verschillende manieren, maar we zijn wel trots om een Fries bedrijf te zijn, ja, absoluut. In Nederland presenteerde ze haar als een bedrooid Ljouwert. In het buitenland zetten ze juist Friesland in als uithangbord. Dat valt benammen in Amerika in de smaak. Ja, dat vinden ze fantastisch. Als ik vertel over onze Friese historie. Wij zijn opgericht in 1883. Dat wij een eigen soort land zijn eigenlijk. En onze eigen taal hebben, onze eigen vlag. Ja, dat vinden ze fantastisch. Het zit ook wel een beetje in ons. En we zijn ook wel een beetje koppig en eigenwijs. Ja, dat past er ook wel een beetje bij het Friese. Dus ja, ik denk ook wel dat je in ons karakter zit dat we het op deze manier doen. Het is praktischer voor Boomsma om in het midden van het land te zitten. Maar om Ljouwert en Friesland voor haar heel wichtig binnen, blijven ze gewoon in het heiteland.